Ja, vrijdag het elkeen van onze levens voor altijd verander. Afhangende van hoe nabij jy aan Xander Bruyns geleef het, is jou leven aangeraak door die ingrijpende gebeure van dit wat vrijdag om daar afgespeel het. Xander was op pad naar Keith om saam met hom te werk, ironisch genoeg, aan een motorfiets waarop een goeie vriend van hulle ook onlangs gesterf het. Mens kyk na een hoërskool Gerrit Maritz, is een school wat kan getuig van een buitengewone hoë getal leerlinge wat op een jong ouderdom tot sterwe kom, daarvan getuig een gedenktuinkie, een gedenkmeerkie in die voorkant van die school. Aan hierdie kant van die hemel vandag beleef ons een klomp goed met ons sintuie, ons sien een klomp goed, ons hoor een klomp goed en ons voel een klomp goed. En ons kan sê, ons is seer en ons is stikkend en ons is leeg. Dalk hier en daar die vraag, hoekom, waarom? Maar in ons magteloosheid word ek bewus van een kracht wat alles ver weg oortref. Een kracht wat die Here vir jou en vir my kom gee, sodat geloof sigbaar word. Wanneer ek na ouerpaar en die voorste ry kyk, dan sien ek geloof in aksie. Sien ek hoe die Here onder julle ingeskuif het en vir julle as ware net dit kom gee het wat julle in hierdie oomblik nodig het. Sommige mense het in woorde moes beskryf, so woorde ver te kort skiet. Maar kom ons sê vir julle dankie, vir julle voorbeeld, dat ons geloof by julle kan sien vandag en dat op 'n besondere manier julle getuig van die Here se krag in ons elkeen se lewe, sodat ons ook die wonderwerk kan beleef van God se Gees wat hier is om ons te troos. Soos net hy kan.